Binnenkort is de Sint weer in het land. En voor je het weet staat de kerstman voor de deur. Dus hoog tijd om eens te weten te komen wanneer die lieve heren best hun shopping doen. En daar heeft natuurlijk Testaankoop, zoals altijd, een onderzoek rond gedaan en een aantal resultaten voor ons klaar. En ik heb het daarover met Laura. Hey Laura. Morgen, middag, avond, ik weet niet wanneer de mensen hangt kijken. Hangt er vanaf wanneer ze kijken. Klopt. Ja, voilà. Voor ons is het wat u wil. Nee, jullie hebben onderzoek gedaan. Ik vraag mij zo dadelijk af hoe dat je dat doet. Maar wat heb je juist onderzocht? Ja, we hebben gewoon eigenlijk de prijzen van heel veel bekende speelgoedmerken een jaar in het oog gehouden. En dus dat gaat dan over Lego, Duplo, Playmobil, Knex, ken je misschien ook. Dat is zo voor van die grote constructies te bouwen. Maar ook Barbie-poppen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En gezelschapsspelletjes. Dus een jaar lang de prijzen de in het oog. Ja, de classics. Ja. Zo, de typische cadeaumerken waar je naar gaat kijken, waar de Sint ook naar kijkt. En dan hebben we een keer gecheckt wanneer staan die prijzen eigenlijk het laagst. Want ja, die evolueren heel erg snel. Mm. Zeker nu dat je dat ook online toch op veel plaatsen kan vinden. Daar is die prijs snel aangepast wanneer men merkt... Ah, oei, mensen zijn hier precies voorlopig niet naar op zoek. Of de prijs ligt nog wat te hoog voor mensen om nu dat effectief te kopen. En dus ja, we hebben de goedkoopste periodes opgezocht. Oké, en dan is natuurlijk de vraag... Ja, welke zijn dat? Wanneer moeten wij hier beginnen shoppen? Maar het hangt er een beetje van af natuurlijk welk merk je zoekt. Okay. We hebben het bijvoorbeeld gedaan voor Lego. En we kunnen misschien een aantal prijzen daar eventjes bij halen. Mm-hmm. Maar dus bijvoorbeeld in januari liggen die prijzen een pak hoger dan bijvoorbeeld in april. April is misschien wel de periode voor zo de lentefeesten en communiefeesten. Dus als je dan op zoek gaat naar een cadeautje, is april, vanaf eind maart zelfs tot half april, een goede periode. Maar bijvoorbeeld ook december. Nochtans, bizar, want dan zijn juist heel erg veel mensen op zoek naar zo'n cadeautje. En je zou dan denken dat die prijs dan hoog ligt, aangezien iedereen toch iets moet kopen. Mm. Maar eigenlijk is december dus blijkbaar voor Lego dan toch een goede periode. Dus wie zo nog last minute een kerstcadeautje zoekt voor de neefjes of nichtjes, ja, die kan daar dan wel Maar je zou dus denken dat Lego altijd dezelfde prijs heeft, maar dat is dus niet zo. Nee, dat is helemaal niet. Nee. Dus we hebben een aantal Lego-pakketten onderzocht en dus die gemiddelde prijs daarvan, en die ligt toch al best hoog, dat is toch al gemakkelijk 50 euro. Maar dus die evolueert daar wel echt... Daar heb je maar zo'n doosje voor, hoor. 50. Ja. Maar dus we hebben er een aantal... Maar misschien moeten we de prijs er nog eens bij halen, maar dus dat loopt echt van bijna 60 euro tot onder de 50 euro. En dat kan wisselen van maand tot maand. Dus het kan wel echt de moeite zijn van meer in die goedkopere maanden te zoeken. En dat is voor Lego dus vanaf eind maart tot half april en dan in december ook. Lego en Duplo, weet je dat? Duplo volgt hetzelfde, maar die prijzen zijn niet zo... die evolueren niet zo fel, inderdaad. Nu sowieso, dat kost ook al een beetje minder. Dus de marges zijn wat minder groot daar. De veranderingen tussen de hoogste en de laagste prijs zijn daar wat kleiner. Nu, als we dan kijken naar Barbie bijvoorbeeld, dat is een ander verhaal. Die hebben andere periodes waarin ze goedkoper zijn. Daar zie je dan bijvoorbeeld dat december juist wel een dure periode is ten opzichte van mei, waar het een pak lager ligt dan ook. En daar zien we bijvoorbeeld nog andere periodes, zoals januari, wat dan weer een logischere periode zou zijn om goedkoper te zijn. Iedereen heeft dan net... De Sint heeft net zijn inkopen gedaan, de kerstcadeautjes zijn gekocht. In januari daalt die prijs dan ook weer een heel pak ten opzichte van december. Maar dus ook mei is een goede periode. En begin september... Wanneer het schooljaar terug begint. Ik neem aan omdat mensen dan al wel heel wat andere dingen gekocht hebben en er niet zo heel veel geld meer over is voor een extra cadeautje. Maar dus eigenlijk wie zeer vooruitziend is voor kerstcadeaus, kan in begin september eigenlijk al kijken. Want dat is meestal niet de periode dat mensen hard op zoek zijn naar cadeautjes en dan staan die het laagst geprijsd. Ja, absoluut. Ja. En dan zei je ook gezelschapsspelletjes. Ja, inderdaad. Gezelschapsspelletjes. Die volgen een beetje diezelfde logica als de Barbie-poppen. Okay. Ook daar zien we, en we kunnen het er ook misschien eens bij halen, ook daar zien we dat bijvoorbeeld de periodes waarin je dan minder zou verwachten dat mensen dat kopen, zoals in augustus, dat die een pak lager staan dan ten opzichte van de periodes waarin juist wat meer mensen op zoek zijn naar cadeautjes. Dus augustus is daar een goede periode. En ook bijvoorbeeld januari. Want zo'n gezelschapsspelletjes, dat is ook wel typisch iets om zo met kerst te kopen om dan met de hele familie samen te spelen. En dus daar zie je dan net voor de zomer om mee te nemen, maar dus niet meer in augustus. Ja, maar dus niet op het eind van de zomer, want er zijn andere prioriteiten dan. In december stijgt die prijs dan wat weer en dan in januari weer een pak gedaald.
Dus ja, ook daar, voor wie het niet heel erg dringend is, die wacht met zijn gezelschapsspelletjes beter tot na nieuwjaar. Nu, goed, dit zijn allemaal gemiddeldes. Ik bedoel, je kan altijd eens een keer een supergoeie deal ergens vinden. Ja, maar ik onthoud toch wel dat als je het gewoon zelf eens een paar maanden in de gaten houdt, diezelfde Lego-doos bijvoorbeeld waar je op aan het azen bent, dat je dan toch wel kan verrast worden. Ja, klopt. Hou die in verschillende winkels in het oog. Mm-hmm. Hou online een winkelmandje bij bijvoorbeeld, waarin dat je de prijs kan zien evolueren. En stel dat je hem dan ergens in een winkel aan een nog lagere prijs tegenkomt, ja, dan weet je, dit is wel echt een goede prijs, want online kost die Maar online verbaast me dan niet dat dat fluctueert. Maar zeg je dan dat er in een fysieke speelgoedwinkel die prijs ook aangepast wordt? Tegenwoordig zijn die ticketjes ook lang niet meer allemaal papiertjes die afgedrukt moeten worden en erin gestoken worden. Dat is digitaal. Yeah. En dus ook dat, om die prijzen heel snel te kunnen laten aanpassen als een concurrent een promo doet. Dat bestaat al heel lang in de supermarkten, waar dat nog sneller fluctueert. Maar dat gebeurt dus ook bij speelgoed, bij elektronica. Ja. Bij Lego is het natuurlijk wel zo jammer. Ik maak dat heel graag met mijn zoon. Mm-hmm. Kost veel geld. Ja. Maar dan maken we dat en dan staat dat er even. En dan is het eigenlijk voorbij. Dus ik weet niet of daar een oplossing voor is. Ja, daar bestaan zeker oplossingen voor. Er bestaan Lego-bibliotheken. Nee. Ja. Ja, echt? En dat is dan zelfs nog goedkoper voor hen, voor wie het niet per se echt nieuw moet zijn. En die inderdaad graag iets maken en dan gewoon terugbrengen, omdat het leuk is gewoon om te maken. Kun je dat gewoon gaan huren voor een bepaalde periode? Sommige winkels hebben ook zo'n systeem waarbij ze zeggen, ja, je kan het ofwel koop je het, ofwel huur je het voor 2 weken bijvoorbeeld. En als je het beu bent, dan breng je het terug. Ik had geen idee dat dat bestond. Ja, ja, inderdaad. Dus als je van die kinderen hebt die plots van die hype zien en dan 2 weken gefascineerd zijn, maar daarna er niet meer naar omkijken, is dat misschien een oplossing. Je ziet dat niet met van die bergen speelgoed waar niemand nog naar omkijkt. En het zal je dan misschien op het eind van de rit iets minder kosten. Dus en ook dat nog een andere goedkopere oplossing dan... Ja, je kan ook kijken naar tweedehands eventueel. Ja, dat is waar. Veel van die Lego-dingen, ja, als de kinderen het beu zijn en je hebt ze gekocht, dan wordt dat nog wel eens een keer aangeboden. Soms moeilijk te zien, want daar ontbreken dan weer stukjes en zo. Daar was ik dus nu ook aan het denken, van de kans dat er dan van die Lego's een heel klein stukje ontbreekt. Plots ontbreekt. Ja, is en groter. Dat is wel heel jammer als je dan net dat vliegtuig niet kan afmaken als er dan een hoekje ontbreekt of zo. Want bij Lego werkt het met zak 1, zak 2 tot soms zak 12. Ja, en dat als je dat gemaakt hebt, allemaal bij elkaar zit. Extra uitdaging, Doreen. Extra leuk. Tweede kerstdag is meestal bij ons zo de... We bouwen een Lego. Heel fijn. Heel leuk. Ja. En dus vandaar, nu weet je wanneer je die moet kopen. Lego, dat kan dus gewoon in december. Ja, heel tof dat jullie dat voor ons weer zoals altijd in de gaten hebben gehouden. En weer een leuk onderwerp. Laura, merci. Graag gedaan. Hopelijk hebben we jullie een beetje op het juiste pad gezet. En we gaan richting die kerstperiode en de Sint komt er ook aan. Dus ik zou zeggen, geniet van die mooie familiemomenten en tot heel gauw.